Yo boys, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Stino en vandaag gaan wij weer supply drops openen. Zoals jullie kunnen zien, ik heb 338 cryptokies. Ik heb niet veel meer dan vorige keer, maar ja, ik heb er wel weer 300. Dus we zullen ze sowieso weer allemaal openmaken. Ik ga sowieso allemaal rare supply drops openen. Ik wil jullie allereerst heel erg bedanken voor de support op de vorige cryptokey slash supply drop opening. Heel erg veel support getoond, echt heel erg bedankt. Daarom doe ik het nu nog een keertje. En laten we nou eindelijk hopen dat we die Tiger Deagle eruit kunnen halen. Want die lijkt natuurlijk op mijn YouTube logo, emblem. Dus hopelijk halen we die eruit. Ik wil sowieso heel veel gestures. En natuurlijk alle cameras. Dus laten we maar meteen beginnen met de allereerste. En alsjeblieft, laat ik hem alsjeblieft één keer krijgen. Kom op man, let's go. Allereerste, kom op man. Hé, hey, mijn lane weapon. We hebben dit, deze zijn nieuw. Je hebt de butterfly knife. Zeg maar, en de wrench. En we hebben de wrench melee weapon zoals je kunt zien. En we hebben gewoon als allereerste gewoon melee weapon. We hebben meteen een legendary en natuurlijk een battery threatened gadget. Maar dat maakt niet uit. We hebben deze. Dat is goed, jongen. Dat is super goed voor een allereerste. Ja, allereerste rare supply drop. Dus dat is sowieso top, man. We gaan meteen door. Aan het einde ga ik het een beetje allemaal laten zien wat we allemaal hebben gehad. Ik zie daar een epic. Kom op. Een epic. Kom op, kom op. Let's go! De monochrome voor de combat knife. Holy shit. Oh, en de boombox calling card. Vind ik ook leuk. Heel veel calling cards vind ik heel erg leuk. Dus die hoop ik natuurlijk ook te krijgen. Wacht, we gaan even meteen kijken naar die monochrome combat knife camera. We beginnen al super lekker, jongens. Holy shit. Even kijken. We gaan wel even naar... Pff, weet ik wel deze. Oh, we hebben hier de wrench trouwens. Die ga ik even snel laten zien. Wauw, dat is echt een grappig ding, man. Je kunt er ook natuurlijk allemaal camera's op zetten. Ik heb natuurlijk helemaal niks erop nu. Even kijken. De combat knife. Monochroom. Ik heb hier ook de Violet. Die ziet er ook ziek uit. De monochroom. Ziek shit, joh. Holy shit. Monochroom is natuurlijk ook wel een hele gave camo op zich. Die gaan we aanzetten bij deze Varrok klas. Maar dat maakt niet uit. We gaan meteen door naar de volgende rare supply drop. Kom op, man. Kom op. We hebben een super lekker begin. Ja, oké. Okay. Ja, het is een boost gesture voor de firebreak. Maakt niet uit. Cash money. Dat is deze natuurlijk. Spider Deagle, nou laten we daar maar een tijger even van maken. Alsjeblieft. Treyarch, alsjeblieft. Doe. En een lelijke camera voor de HVK. Maakt niet uit, we gaan meteen door naar de volgende rare supply drop. Kom op, jongen. Kom op. Nee. Ja, nee. Oh, die schaaf. RK5 High Caliber variant. We gebruiken geen High Caliber op onze RK5. Maar hij is wel gaaf natuurlijk. Alle variaties zijn natuurlijk voor mij, die zijn toegestaan. Vind ik leuk. Ik vind het allemaal leuk om te hebben. Kom op, naar de volgende, jongen. Kom op. Ik zie twee epic. Stormcam voor de BRM. Firebrand voor de Razorback. Oh, die is nice, jongen. Dit is een hele lekkere, jongens. Dit is een hele lekkere supply erop. Ruin Threaten Gesture. Ik weet niet of ik die al heb. Break You, dat is deze. Dat je zo doet. Dan breek je natuurlijk iemand. Stormcam voor de BRM. Ja, daar zeg ik, een duimpje omhoog voor. En Firebrand Razorback camo. Ik ben tevreden met deze supply drops, jongens. We gaan meteen door naar de volgende. Kom op, jongen. Kom op. Kijk dan. We hebben gewoon de Transgression. Oh. Oeh. We hebben gewoon de Transgression camera voor de Weevil. Deze is ook echt super gaaf. Maar we hebben ook de Aftermath. Aftermath. Ja, Aftermath. Die hoort bij onze... Oh, kijk. Die heeft ook zo'n groot randje. What? Oh, die gaan we even allemaal bekijken, jongen. Weer epic legendary rare, jongen. We gaan echt super lekker. Dit is echt een hele chille supply drop opening. Oh, deze vind ik echt zo gaaf. En headshot van Seraph. Die natuurlijk. Maar ja, dat is bijna wel logisch eigenlijk. Gaaf, jongen. Gaaf, gaaf, gaaf. We gaan even snel naar die camo's kijken, jongens. Dan hoef ik dat eigenlijk aan het einde niet te doen. Dat is wel even wat relaxter. Weevil. Oh, daar heb ik mijn ding op. Wow, we pakken weer de Faro. Kijk, we hebben de Razorback. Oh. Wat zijn we allemaal aan het doen? Ja, Quere Clash, toch? Ja. De Razorback. Het zal wel. Misschien hebben ze dat. Ik weet niet wat dat is. Misschien hebben ze het geüpdate. Dat zie je hem normaal niet en nooit. Firebrand. Wauw. Super gaaf. Die geeft natuurlijk licht in het donker. Maar we gingen naar de Weevil, jongens. Kijk dan. Dit vind ik echt een hele gaaf camo. Dat rooi en zwart. Ik hou ervan. Dat zien jullie ook natuurlijk terugkomen in mijn YouTube-kanaal. Ik vind dat echt heel gaaf, jongens. Echt. Toppetje. Dit is een toppetje. Top, 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 top. En die calling card trouwens. Moeten we hierheen? Ja, ja. Ik heb hem al ingesteld. Dat zie ik je ook zien.
Kijk, ik heb hier namelijk twee van. Dogfighter en The Aftermath. Dan vind ik deze toch gaver, man. Sick. Echt gaaf, jongen. Maar ik vind het nog gaver als we de Tiger Cam die ik wil erbij kunnen krijgen. Dus ik ga de laatste 100 ga ik denk alleen maar 10 normale subscribers doen. Dus please. Please, 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 please. Kom op. Tiger Deagle, alsjeblieft een keer. Leuk. Die heb ik al volgens mij trouwens. En de Caterpillar, ja. We gaan meteen door. We hebben hier niks over te zeggen. We gaan meteen door. Hoppa. Let's go, man. Kom op. De Light Camel voor de KN. Die is niet echt heel mooi. En de Choke, dat deze echt zo doet. Voor de Ruin. En die moet ook nog gebruiken voor onze Road to Hero. Dus dat is leuk, die kunnen we aandoen. Deze is niet zo heel erg mooi, dat zeg ik eerlijk, want ik heb hem op meerdere wapens. Dus we gaan meteen door. Deze hebben we ook al. Dus gewoon meteen doorgaan. Hup, kom op. Dit is volgens mij de laatste normale rare. Ik zie daar een epic sniper camel. Let's go, de storm camel voor de SVG. Ik gebruik hem niet. Maar het is een storm camo. Daar gaat het om. Het is goede camo. Close call, de Spectre good game gesture. Dus dat is wel helemaal relaxed. En de hallucinatie. Maakt niet uit. We gaan even kijken of we duplicates trouwens hebben. Dan kunnen we namelijk misschien nog eentje. Oh nee, ik zie het al daarboven. Ja, doe maar gewoon YOLO. Dan konden we namelijk misschien één rare supply. We kunnen trouwens nog één rare supply opdoen, want dan kunnen we hopen dat we crypto-keys, heel veel crypto-keys ervoor in plaats krijgen. Kom op! Gesture! Gesture! Legendary! Kom op! RK5 Extended Mac Camo. Super! Kijk, en dan hebben we precies 100 crypto-keys over om de laatste 10 common supply drops te doen. En ik hoop dat ik in deze common supply drops echt die tijger die ik wil krijgen, want die wil ik echt heel erg graag. Dus please. Alsjeblieft. Ik ga niet kijken. Deze ga ik niet kijken, alsjeblieft. Oh, dat klonk wel leuk. Oh, ik dacht heel eventjes, jongen. Ik kon het even niet goed zien, maar het was de Bull Deagle. Ja, nee. Nee, laten we daar niet te veel over zeggen. De Peace Prophet Good Game Gash. Ik weet niet of ik die allemaal al heb. Ik heb zoveel gashes, dat kan ik niet allemaal onthouden. En de Oscar Yellow Reflex Sight. Maakt niet uit, we gaan meteen door. Please, kom op. Kom op. Weer de Bull. Oh, maakt niet uit, kom op. Epic. Oh, oké. Ja, hier is niet veel te zeggen. We hebben weer een Bull Deagle, jongen. Ik zag heel eventjes. Zag ik dat Gasher ding-achtig. Weet je wel, de vorm. Toen dacht ik, yes! Maar nee. De Field Camel voor de Dragon en Classic Purple. Mwah. Meteen doorgaan, jongen. Kom op. Please. Please. Oh, dan zag je Legendary en Epic voorbij komen. Dan krijg je een common. Maakt niet uit. We gaan meteen door. Kom op. Please. Kom op. Ik zie daar een Epic. Oh, die is gaaf. En de mag. De Monochrome Camo voor de Combat Knife. Oh, die was, ja, geniaal. Die hebben we natuurlijk al. Deze vind ik wel gaaf, want ik doe natuurlijk kickbox. Dus die vind ik heel erg leuk om te hebben. Maar die gaan we niet equippen, want we hebben een veel gaver. We hebben een Legendary namelijk. We gaan meteen door. We halen veel Camo voor VNP, maar dat is niet belangrijk. Kom op. Please. Ik zie als ik er voorbij zie komen, hè. Oh, ik word helemaal gek. Drift. Calling Card. Gaaf. Die vind ik gaaf. Deze twee niet heel erg interessant. Volgens mij vinden jullie dat ook niet heel erg interessant. Dus meteen, kom op. We hebben er nog vijf. Kom op. Please. Please. Krijg ik een hand. Ik hoef geen hand. We hebben de verder camel voor de CUDA. From the Grave Deagle. Een handje. Natuurlijk zombies. En Contrast. Paint Shop. Emblem. Material. Niet nodig. Please. Tijger. Tijger Deagle. Please. Nee. Kijk, geef me dan een Legendary. Dat vind ik wat leuker. De Light camo. Ja. Het is een Legendary camo. Daar moeten we het mee doen. Het is een common supply erop. Dus dat maakt niet heel veel uit. Maar we gaan meteen door, jongen. Kom op, please. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik zie hem niet voorbij komen. Ik zie hem... Oh, ik vind dit een hele gave camo trouwens, jongens. De Jungle Party. Wacht, ik laat hem heel snel zien, want ik heb hem voor een sniper. Ik vind het wel gaaf dat ik hem voor de HVK trouwens heb, want die gebruik ik zoals je kunt zien hier. Kijk. Deze heeft iets weg van die Spectrum camo van Ghost, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik vind deze echt een hele gave camo. Ik snap ook niet waarom die rare is. Ik vind hem meer een Legendary / Epic camo. Ik vind hem meer Legendary dan. Ik snap niet... Maar ik ben blij dat ik hem voor de HVK heb, want ik heb hem namelijk ook voor de SVG en die gebruik ik niet. Dus ja, daar ben ik heel erg blij mee. Top! Kom op. We hebben nog hoop over, jongens. 20 crypto keys. 20 crypto keys. 2 kansen om die tijger deagle te krijgen. Zo niet, dan gaan we de volgende keer proberen. Maar ik wil die tijger deagle nu. Ik ga ze niet kijken. Ik ga niet kijken. Deze twee. Please. Ik hoor 3 comments. Daar moet toch een tijger die tussen zitten. Oh, yeah. Ja, gave calling card. Ja, gaaf calling card. Het is een calling card met dino's. Die heb ik nog niet. De power deagle en de field camo.
Kom op. Ik ga me omdraaien. Ik ga niks meer doen. We gaan gewoon traden de crypto's. En we zien het wel. We hopen natuurlijk op de tijgerdiekel. Maar ja. 3, 2, 1. Open mijn snoertje. Please. Please. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Please. Ze zijn geweest. Oké, ik ga hem in 5 seconden optellen, ja? Of omdraaien. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, fuck, mijn rug. Oh, fuck. Oh, het heeft pijn aan mijn rug, jongen. Shit. Ah, we hebben hele lelijke dingen gekregen uit deze jongens. Dit is niet leuk. Dit is echt niet leuk. Ik vind het wel een beetje jammer. Hebben we nog duplicates? Ja, natuurlijk hebben we duplicates. We hebben 26 cryptokies. Oh, wacht even. Laatste twee. Oké, jongens, dit worden de laatste twee. Echt waar. Kom op. Kom op, please. Oh, mix hem. Please. Geef hem dat tenminste een epic. Hey, de jungle part van die share. Maar het is nog steeds geen tijgerdiekel. Kom op. Please. Ik zie zoveel mensen tijgerdiekels krijgen. Alsjeblieft. Please, als ik voorbij zie komen word ik gek. Want ik weet bijna zeker dat ik dan een diekel krijg. Kom op. Ik zie hem niet voorbij komen. Ik zie een paar preende handen. Zo van, alsjeblieft. Wacht, die heb ik trouwens al. Wacht, misschien hebben we crypto key. Oh, ik mis er net één. Ah, verdikke me. Potverdikke me. Dat, ah, shit. Ah, vind ik echt jammer. Dat vind ik echt jammer. Alsof we nog één laatste kunnen doen, man. Maakt niet uit. We gaan het eventjes allemaal een beetje samenvatten. Want ik heb natuurlijk ook nog dingen voor de specialist. De cash money natuurlijk. Moet jij dan? Cash money, money, alles. Die hebben we natuurlijk. Die ga ik ook meteen aanzetten. Dat is wel leuk. Even kijken. Voor Spectre hebben we ook schijnbaar wat. Oh ja, de good game, ja. De close call. Hè? Die hebben we ook natuurlijk. Die ga ik ook meteen even aanzetten. Ik heb hier trouwens nog meer dingen. Medical sandwich. En fist pump. Je weet. Even kijken. Welke hebben we nog meer? De Seraph hebben we er een paar. Headshot natuurlijk. Kapot ermee, jongen. Kapot. Die hebben we. En de boos, de guns. Yeah! Oké, die vind ik gaaf. Oh, die gaan we aanzetten, jongen. Oh, die is heel... Oh. Oké, die vind ik heel gaaf. Dat maakt het toch wel een beetje goed dat we geen tijgerdiekel hebben gehad. Deze aflevering. We hebben wat voor de battery. De threaten. De all done. Kijk. Opgeruimd staat netjes, hè, jongens. Opgeruimd staat netjes. Zo, voor de proppet hebben we er ook nog wat. Oh, we hebben hier een hoofd. Oh ja, de caterpillarhoofd natuurlijk. Niet heel erg mooi, want we hebben dan het hele pakkie. En de good game. De peace. Peace, jongens. En de threaten to break you. Dat was deze. Kijk. Boom! Ik breek je. Dus die is ook heel gaaf natuurlijk. Tuurlijk. Ze zijn allemaal heel gaaf, hoor. En dan als het goed is. Ja, dan hebben we nog wat voor de ruin. De break you. Voor de ruin. En de choke. Maar heel gaaf, hoor. Ja, we hebben echt wel een paar gave dingen uitgekregen, hoor, vandaag. Oh, wat doen we? Oh. Oké. we hebben een paar hele gave dingen uitgekregen. Dat zeg ik echt eerlijk. Geen tijgerdiekel. Wel heel gaaf camo's weer. Gaaf specialist dingen. Gashes sowieso. Ik vind... Deze vind ik echt het gaas gewoon. Hiermee gaan we ook eigenlijk afsluiten. Deze vind ik het gaas. En ja, verder hopen we nog steeds echt gewoon in... Doe maar even hier beneden in de reacties. Hashtag pray voor tijgerdiekel. En ja. Hopen halen we het de volgende keer. Ik ga natuurlijk weer grind voor CryptoKeys. Dus daar kunnen jullie zeker op rekenen. Jullie hebben me echt massaal gesupport op de vorige CryptoKey openingen natuurlijk. Of de supply drop opening, hoe je het wil noemen. Wil ik u heel veel bedanken. Als we hetzelfde weer kunnen doen met deze supply drop opening. Dan kan ik het heel erg waarderen. Zou ik echt super gaaf vinden om te zien. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Druk dan meteen op dat abonneerknopje hier beneden. Laat meteen in de reacties eventjes hashtag praying voor de tijgerdiekel achter. Want dat zou ik wel gaaf vinden. Lijkt me wel echt gaaf om te zien hoeveel mensen dat doen. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later, jongens. Oh, wacht. Wacht even. Oh, nee, wacht. Oh, doe ik de fouten. Santino, zeg. Boom. Later, jongens.